In deze nieuwe video gaan we wat lossen in Oostenrijk. Gaan we weer terugladen en doen we op vrijdag nog een afsluitend ritje binnen Nederland. Hoi, ik ben Altwin en dit is vlog 69. En zo rijd ik alweer een tijdje in Oostenrijk en ben ik onderweg naar de eerste klant in Wenen. De EAMTC. Daar gaat die caravan eraf. En dan gaat 2 kilometer verder bij de ATU werkstad de Citroën Berlingo eraf. En dan is de aanhanger weer leeg. Dan ga ik tijdmatig eens even kijken wat ik vanmiddag nog kan doen. Ik kan er in ieder geval nog één Nederlander nog ophalen vandaag. Dat gaat nog wel lukken. Dat is een Hyundai Tucson die niet meer start. En dan heb ik bij een partnerbedrijf van ons in Heren Rijdt. Een Link & Go staan, dat is een vervangende auto van ons. Die halen we weer terug, die is niet ingezet. En dat is geen winterauto, dus die gaat weer terug. En daarna heb ik de Transporter T3 die op de motorwagen staat te lossen. En in de buurt van Salzburg, op een steunpunt van ons, daar staan nog 3 Duitsers. Waaronder een grote crafter met een dakkoffer. Nou, dan zijn we met die 3 zijn we gelijk vol. En gaan we 3 adresjes Duitsland weer lossen in het Ruhrgebied. En mogelijk staat er dan nog iets wat weer terug moet naar Nederland. Maar dat gaan we dan verderop in deze week wel meemaken. Eerst maar eens even zien dat we de caravan weer kwijtraken. Zo, nou, de caravan die staat er weer. Het ging niet helemaal vanzelf, maar het neuswieltje is naar de kloten. Dat was hij al met laden. Dat rubberen wieltje, zeg maar, die was gescheurd. Dus ik heb de camera maar uitgedaan om meer leed te voorkomen. En dat ik heel veel commentaar krijg, want het is geen doen eigenlijk. Een caravan lossen zonder neuswiel, maar goed. Hij staat er. Vrachtbriefje halen. Bakje koffie. Dat is heel belangrijk. En dan gaan we door naar de volgende. De Citroën Berlingo. De Berlingo ook weer kwijt. En inmiddels sta ik bij een plaatsje vlakbij Linz. Daar heb ik de Hyundai Tucson opgehaald. Die startte niet meer, dus even erop geleerd. En wat ik eerder vertelde, dat ik nu naar Heren Rijdt ga, of Heren Rijdt, zo moet ik het zeggen, voor 1 vervangauto. Maar dat worden er 3, want ik zou namelijk bij ons steunpunt in de buurt van Salzburg een BMW X6, een X5 en een Crafter ophalen. Alleen die Crafter is de enige die er nog staat, dus ik krijg nu 2 vervangauto's extra mee. Op naar Heren Rijdt. Dat is altijd leuk als ik een filmpje ingesproken heb en ik stap weer in de vrachtwagen, dat ik dan in de boordcomputer zie dat de planning de rit heeft aangepast. Ik was namelijk onderweg naar Heren Rijdt voor die vervangauto's, maar ik stap in en toen was Vrij Lassing het volgende adres. Daar sta ik nu in alle vroegte, of alle vroegte, het is 6:30. Daar staat de Duitse Crafter. Dat is de enige van de 3 die ik hierop zou halen die er nog staat. En dat heeft wat uitleg nodig, want je zult denken van je krijgt auto's op en in 1 keer staan ze er niet meer. Hier in Vrij Lassing, dat ligt eigenlijk bij Salzburg, tegen Salzburg aan. Dat is een verzamellocatie. De auto's worden hier opgehaald, worden hier gestald. En eigenlijk een soort van pendeldienst wordt er dan in werking gezet. Dus ze geven allemaal opdrachten. En dan sturen ze gewoon een vrachtwagen langs om te kijken welke auto's er dan op dat moment staan. En wat er dan staat, wordt meegenomen. In dit geval was Hendrik Zuid-Lottem hier al geweest, eind vorige week. Het is nu woensdagmorgen. Ja, dat is niet helemaal lekker gecommuniceerd wat ze nou meegenomen hebben. Dus daar kwam de planning gisteren op dinsdag achter
dat de twee BMW's die ik op zou halen. En dat waren die leuke auto's waar ik het in het begin over had. Want het was een BMW X6 en een BMW X5. Die had een ongeval gehad. Was niet rolbaar op vier wielen. Dus kon ik eindelijk weer met die wieltjes aan de gang. Maar ja, die zijn dus al opgehaald door Hendrix. De Crafter is de enige die er nog staat. Dus die, en die rijdt nog, dus dat valt ook weer mee. Die gaat nu op de aanhanger als eerste. Of als eerste, die gaat achter op de aanhanger. En dan ga ik naar de EUA-MTC in Sankt Johan in Tirol. Daar gaat die T3 transporter eraf. En dan ga ik naar Herenrijd om hem vol te laden met drie vervangauto's. En zo kunnen jullie gelijk even zien dat ik wel degelijk werklamp op de auto heb. Kijk, zo gaat dat. Dus die staat er hartstikke mooi op. Hatseflats. Dekje nog even een stukje laten zakken. Anders dan knal ik het eerste beste viaduct. Daar knal ik die Tucson tot een cabrio, dat moeten we ook niet hebben. Vastzetten, vrachtbrief even tekenen en afstempelen. En dan gaan we door naar Sankt Johan in Tirol. Nog 10 kilometer door het mooie Oostenrijkse landschap en dan ben ik in Sankt Johan in Tirol. Kan ik eindelijk afscheid nemen van het leuke blauw-witte busje. En dan is het nog een half uur, 35 minuten verder naar Herenrijd. Het ligt bij Leogang, een bekend wintersportgebied. Zometeen in Sankt Johan hebben ze weinig ruimte. Ik ben er al een keer eerder geweest. In ieder geval geen ruimte genoeg om te scharen, dus daar ga ik even afkoppelen. En dan trek ik die Hyundai even op de motorwagen in Herenrijd. Gaat die Crafter er even af, laai ik die drie vervangauto's erbij en dan de Crafter weer achter op de aanhanger. Die Crafter die ga ik morgen dan lossen in Hemer, Duitsland. En daarna heb ik nog een plekje of een adresje erbij gekregen. Waar ik nu al de naam even niet van weet. Opel House Osnabrück. Er staat nog een Fiat Camper. Een Fiat 230. 3,10 meter hoog. En 7 meter lang. Die gaat er dan weer achterop. Die is bestemd voor Nijkerk. Dus dan ga ik eerst de drie vervangauto's lossen bij ons in Apeldoorn. En als de planning dan niks verandert aan de rit, daar zijn ze deze week nog wel goed in, dan los ik die camper weer in Nijkerk. En die Hyundai is dan voor Amsterdam. Ja, dat is dan weer voor vrijdag. Dus ik krijg de week wel weer vol. Eerst maar eens even bij de EUA-MTC kijken of ik dat busje kwijt kan raken. Nou, wat ik al zei, geen ruimte om te scharen, dus ik heb de aanhanger even afgekoppeld. Busje losgemaakt, dus ik ga hem laten zakken.
Nou, busje weer gelost. Vrachtbriefje laten tekenen. En het volgende, je raadt het al, koffie. Op naar de Herendraai. Onderweg in Leogang. Het is nu allemaal nog groen. Maar dat zal over een paar maandjes wel weer anders zijn. En dan zal het hier weer stikdruk zijn met de Nederlandse vakantiegangers, de wintersporters. En dan is het weer de hoogste tijd voor de dakkoffers. Maar toch zie ik hier het liefst alles groen in het mooie Tirol. We zullen menig een van jullie anders overdenken. Maar ik heb met de wintersport en met alle sneeuw en gladdigheden helemaal niks. Maar goed, dat geeft niet. Inmiddels bijna bij de Toyota dealer Wattlegger. Daar komen door het seizoen heen tientallen auto's van ons te staan. Zometeen ook weer meer voor de wintersport. Maar ja, eerlijk is eerlijk, als dit straks allemaal wit is, geeft dat ook wel weer een mooi gezicht natuurlijk. Dat ben ik wel, daar ben ik wel over eens. Nu nog maar even genieten van het feit dat alles nog groen is. Ik had de garage al even gebeld, aangekondigd dat ik 3 auto's kwam ophalen. En even gevraagd of ze plek hadden op de trein. Nou, dat hebben ze. Dus dat is hartstikke mooi. Hij ligt hier aan de linkerkant van de weg. 400 meter linksafslag, daarna linksafslag. En inderdaad, als ik zo meteen klaar ben, dan is er wel weer ruimte genoeg om te draaien. Ja, kom maar. Ik was net trouwens op die plek waar ik die aanhanger had afgekoppeld. Ik had de kar er net achter zitten en toen kwam er een auto aan en die ging voor mijn neus staan, foto's maken vanuit zijn auto, maar hij kwam er niet uit. Dus ik denk, nou, toch eens even vragen wat die voor foto's aan het maken is. En ik stelde een hele normale vraag, vind je mijn vrachtwagen zo mooi? Nou, dat had ik beter niet kunnen vragen. Hij was me een partij over de zeik, want wat bleek, ik mocht daar helemaal niet staan met een auto. Nou, ja, dat kan. Ik moet toch mijn werk doen, hè. Dus, nou ja, goed. We zijn er. Hier eens even mooi parkeren. En eens even laden. Dat is de eerste. Die staat er maar weer op. Vastzetten en dan de volgende. En zo staat alles er weer op. Tux hem bovenop geleerd. Link en go eronder. BMW 4-serie. 2-serie eronder.
En ik kraft er op het eind. Nou, hartstikke mooi. Strak er tegenaan. Hartstikke mooi. En van achter steekt hij minimaal uit. Oftewel, perfect. Rijden onderweg naar Hemer, Duitsland. Nou, we hebben van de week nog redelijk lekker weer gehad onderweg. Maar vandaag valt daar niks van te merken. Regen, regen, regen. De ruitenwissers die staan al aan vanaf 4:15 vanochtend. Maar goed, mag de pret niet drukken. Ik ben bijna in Hemer. 11:50 ben ik daar. Dan gaat de Crafter eraf. Rijd ik daarna door naar Osnabrück. En dan staat daar nog een camper van 7 meter op mij te wachten. En die wil graag naar Nijkerk toe. Nou, ik zeg, dat gaan we regelen. Eerst maar eens even die Crafter gaan lossen. En jetzt gehen wir abladen. Blokjes even weghalen, spanbandjes losmaken. Nou, heb ik hier dat bovenste uitschuifdek, die heb ik ingeschoven, zodat het achterwiel van die bus op de uitschuiftafel kan blijven staan. En dat ik hier dan die spanband aan vast kan maken. Dan gaan we zo weer even een klein stukje uitschuiven. Morgen. En hier hebben we natuurlijk hetzelfde. Kijk, er heeft er nog eentje haast. Nou, als je daarin ligt, dan... heb je geen last van een loopneus, zal ik maar zeggen. Zo. Gaat de bus eerst even een klein stukje achteruit. Want het bovendek moet nog verder uitgeschoven worden.
Als een zonnetje. Zo. Hartstikke mooi. Dan ligt hij vlak op het dek, op de uitschuiftafel. Ja, wat er nou met die bus is, ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen dat we hem hier moeten parkeren. Zo. Auf slot. Oeh. Ik zeg strak geparkeerd, Aldwin. Hartstikke mooi. Eens even kijken. Jullie hebben me vaker in de weer gezien met die telefoon. Die koppel ik via een QR-code op de tablet in de auto. Zo staat eigenlijk de rit staat nu in mijn telefoon. Moeten we altijd even melden drukken als we ergens aankomen? Nou, ik heb hem daarop laten staan. Dus dat kunnen we dan even handmatig bijstellen. Het aanmelden heeft 3 minuten gekost. En dan gaan we naar taken. En dan staat daar lossen. En omdat ik die tijd net terug heb gezet, is er nu 13 minuten onbepaalde tijd. Dus die moet ik even overschrijven. Ga ik weer naar logboek. En dan staat hij op lossen 14 minuten. En dan gaan we weer bewijzen waar ik hem neergezet heb. Of het bewijs even vastleggen waar ik hem neergezet heb, laat ik het zo zeggen. En vooral ook hoe ik hem erin gezet heb, zonder schade. Zo. De beste beurt om met die dakkoffer erbovenop. Nou jongens, ik zeg net zo gelost als dat ik hem geladen heb. Hartstikke mooi. En straks als ik klaar ben, druk ik hier op einde, ga ik hem weer terugkoppelen naar de tablet in de auto. Dan kunnen we weer verder met de rit. Even naar binnen om de vrachtbrief te laten tekenen. Dan doe ik de camera uit, want die man die hoeft niet in beeld. Ik wil wel leuke beelden hebben en niet zo'n Duitser erop. Dit is een geitje, jongens. Dus op naar de volgende, zeg ik. Inmiddels sta ik in Osnabrück. Bij die camper. En hij is echt 7,15 meter lang. Ik heb gebeld, want ik steek wel een heel eind uit als ik die achterop zet. Het zou net kunnen. Het achterwiel zou net op de opbouw passen. Maar de planning heeft beslist dat we hem laten staan. Dus ik ga nu naar Frans op de Bult. Voor de overnachting, daar zitten mijn rijuren er ook meer dan op. Ik kom een paar minuten tekort. En dan gaan we morgen naar Apeldoorn. En dan is het jammer voor deze camper. Maar goed, we gaan niet het risico lopen op een dikke bekeuring.
Nou, we gaan dus onverrichte zaken weg. En dan heb ik een beetje de pech dat ik hem achteruit, of tenminste vooruit hier de trein op gereden heb. Ik had er beter even achteruit op kunnen rijden, maar ja, als je alles van tevoren weet. Nou gaan we een drukke straat achteruit op zien te draaien. Ze gaan gewoon om je heen, hè? Zo, ook weer gelukt. Dus, zo doen we dat. Yo, bedankt hè. Nou, ik kom volgens de navigatie 15 minuten te kort om bij Frans op de Bult te komen. Nu is het nog 92 kilometer. De navigatie die staat ingesteld op 75 kilometer gemiddeld. Dus ik ga gewoon even planken en dan rijd ik er nog een heel aantal minuten af. Waardoor we de schade een beetje kunnen beperken. En als ik daar ben zometeen, dan zal ik daar nog eens even wat over vertellen. Over de chauffeurscafés in het algemeen. Want er is nogal wat aan de hand in Nederland met de chauffeurscafés. Maar dat komt zo meteen. Zo, we hebben het weer gered. Niet helemaal binnen de tijd. 7 minuten te lang gereden. Maar goed. Het is gewoon een heel fijn tentje hier. Kaartje trekken. En vlot dat ding in de hoek.
Ik zeg, hartstikke mooi. Overnachten. Check. Klik. Klaar. Ik zou jullie nog wat gaan vertellen over de Nederlandse chauffeurscafés in het algemeen. Want er is nogal wat aan de hand. Een aantal van die cafés zijn de laatste tijd gesloten. En daardoor vinden wij steeds vaker heel lastig een plek om te overnachten. Zeker de jongens die op binnenland rijden. Ik heb daar natuurlijk in mijn buitenlandwerk niet heel veel last van. Nu sta ik bij Frans de Bult. Als je het mij vraagt, is dat een van de allerfijnste tentjes die er is in Nederland. Of tentjes. Het is een heel imperium, zou ik bijna zeggen, zo groot. Maar wij als chauffeur zijn er nog steeds heel erg welkom bent. En het gevoel van thuiskomen ook krijgt. Een ander chauffeurscafé die dat ook heeft, dat is chauffeurscafé Mendel. Die zit aan de A50 bij Hoenderlo. En wat is daar nu aan de hand? Die wordt geplaagd door een aantal omwonenden die hebben geklaagd bij de gemeente Apeldoorn. Vanwege geluidsoverlast. Vanwege het feit dat wij enorme grote benden achterlaten als we 's ochtends weer vertrekken. Zakken vol McDonald's afval. Alles ligt daar in de berm. Nou moet je weten dat de eerste omwonende ongeveer daar bij het restaurant 600 tot 800 meter vandaan woont. Dus al zou je een bom afsteken, hoor je hem daar nog niet. Dus ik zou niet weten wat je dan als omwonende te klagen hebt. Dan heb je gewoon iets tegen ons als chauffeur. En ja, ik weet niet zo goed waar dat wegkomt. En ik hoop eigenlijk heel erg diep in mijn hart dat er iemand van die klagers nu naar deze video kijkt. En daar zou ik tegen willen zeggen dat je je oog uit je kop moet schamen. Dat je niet weet waar je mee bezig bent. Wij willen graag 's avonds lekker eten, goed kunnen douchen en een goede en veilige parkeerplaats kunnen opzoeken. En jullie vernachelen dat met z'n allen. Jullie helpen de ondernemer niet alleen naar de kloten, maar jullie helpen ook ons chauffeur om het steeds moeilijker te maken om een parkeerplaats te vinden. Ik laat me niet heel vaak negatief uit op beeld, want dat heeft eigenlijk niet heel veel zin. Maar dit raakt mij natuurlijk wel, omdat ik daar ook regelmatig overnacht bij Mendel. Het is niet alleen een toptent, het zijn topwerknemers die daar werken. Die meiden die stuk voor stuk hartstikke vriendelijk en het chauffeursvak ook echt begrijpen. En er is onlangs een petitie aangeboden aan de gemeente Apeldoorn met 10.000 handtekeningen volgens mij. Die van mij staat daar uiteraard ook bij. Want ze hebben het kort geding hebben ze verloren. De gemeente heeft hun niet in het gelijk gesteld. En nu gaan ze kijken met de commissie van de gemeente Apeldoorn om in gesprek te gaan over hoe en wat. Maar uiteindelijk komt het dus door omwonenden die klagen over geluidsoverlast. Ik kan daar met mijn kop niet bij. Elke ochtend loopt de vader van de eigenaresse van het restaurant een rondje over het hele terrein om al het afval op te halen. En dat is echt niet het afval van de chauffeurs die daar staan. Dat zijn de dagjesmensen, de recreatiemensen die daar gewoon even komen. Jongelui die daar met de auto stoppen, die de McDonald's zakken van zich afgooien. En daar zullen wij de dupe voor worden. En dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dus ik wil vanaf mijn plek, en ik hoop met deze video ook heel veel bereikt te hebben. In ieder geval het hele team en de eigenaars van chauffeurscafé Mendel in Hoenderlo heel veel succes wensen. Sterkte met de strijd. Er staan ontzettend veel chauffeurs achter jullie. Die het ook allemaal niet begrijpen wat jullie wordt aangedaan door een stelletje hersenloze idioten. Ik kan het niet anders noemen. En ik mag hopen dat die gasten de verkeerde tegenkomen. Meer ga ik daar niet over zeggen. Ik heb denk ik al genoeg gezegd. Dat is duidelijk. Wil je nou, weet ik veel, wil je hun steunen? Ga er gewoon eens heen. Het is een hartstikke lekker restaurant. Of het restaurant is niet lekker, maar wat je daar kan eten is hartstikke lekker. Alleen ja, 's avonds zitten wij er ook heel graag. En dat willen we ook graag vol blijven houden. En ja, helaas zijn er een aantal mensen die daarop tegen zijn. Die wat tegen ons hebben. En daar moet tegen gestreden worden. En daar zijn ze bij Mendel al heel goed mee bezig. En ik hoop dat jullie het gaan redden. Toi toi, zet hem op. En wij staan als chauffeur in Nederland finaal achter jullie. En na mijn donderspeech was het vanochtend weer vroegdag. 5 uur weggereden. 4:15 weggereden eigenlijk. De bedoeling was 5 uur en ik had 3 wekkers gezet.
Ik heb ze alle drie niet gehoord, dus ik werd om 5:02 wakker. En toen dacht ik, ik had nu weg moeten rijden. Of moeten, ik had weg willen rijden. Dus 5:15 reed ik alsnog weg. 3 vervangauto's gelost aan de zaak. En inmiddels op een hele rustige A1 onderweg richting Amsterdam. Eerst even de tanks vol knallen met een beetje diesel. De AirBlue even afvullen, dan een autootje lossen in de Westpoort Amsterdam. En dan is het natuurlijk nog maar vroeg op de vrijdagochtend. En dat heeft de planning ook in de gaten. Dus ik heb er weer 3 adressen bij gekregen. Ik ga bij Logix Amsterdam, bij Van der Vliet Berging Abbenes en bij de BCU Berging in Bodegraven alle 3 een vervangauto ophalen. En die ga ik lossen aan de zaak in Apeldoorn. En datzelfde geldt eigenlijk voor die 3 auto's die ik van de week uit Oostenrijk opgehaald heb. Dat zijn zomerauto's, die krijgen bij ons weer winterbanden. En die gaan dan weer op transport naar een andere partner van ons in Europa. Voor de wintersporters. En dan kun je natuurlijk afvragen, ja, kun je niet beter de banden in het buitenland laten wisselen? Dat is veel goedkoper dan het transport. Nou, er is wel degelijk een berekening op losgelaten. Maar het is gewoon makkelijker als de auto's naar Apeldoorn komen, dan hebben we een vast bedrijf die dat voor ons doet. En heb je dus niet met 180.000 andere dealers te maken in Europa. Met allemaal verschillende prijzen en tijden dat het allemaal duurt. Dit gaat gewoon veel sneller. Dus daarom wordt de keuze gemaakt om de auto's naar Apeldoorn te laten komen en daar de banden te wisselen. En dan is het lekker op tijd weekend. Ik denk dat ik om 1:00 of 2:00 wel aan de zaak ben vanmiddag. Ook wel een keer lekker. Misschien nog even vol zitten voor volgende week, dat weet je ook maar nooit. En mensen die mij op Facebook of Instagram volgen, die zullen het al wel gezien hebben. Want ik ga vanmiddag de BMW omruilen voor een Ford Focus. Ik had het pas al een keer gezegd in een video dat die BMW eruit gaat. We hebben de caravan verkocht. Nou, de BMW is dan veel te groot en te zwaar. Voor de vouwwagen die wij eind december op gaan halen. Wij gaan van de caravan terug naar de vouwwagen. En deze video die wordt uitgezonden, zeg maar, of die komt online nadat ik dus die Focus al opgehaald heb. Dus dan weten de mensen die mij op Facebook en Instagram hebben, die weten dat al. Dus dan kan ik dat vanmiddag mooi op tijd gaan doen en dan is het op tijd naar huis toe en weekend. Heerlijk. Eerst nog maar even een paar adresjes binnen Nederland afrijden. En zo sta ik dan alweer in Bodegraven. Jongens, wat een scheid weer vandaag. Niet normaal. Het is nu volgens mij even 2 tellen iets wat droger. Dus ik denk, nou, dan kan ik dit toch even laten zien. Ze staan erop inmiddels, alle 3. Amsterdam, Abbenes en hier in Bodegraven geladen. Nu naar Apeldoorn. Het is denk ik nu 1:15. 1:30, 1:15. Mooie tijd. Lossen. En dan kan ik hem in de hoek zetten, want volgende week heb ik een sprokkelritje. Sprokkelritje moet ik zeggen. Nederland-België, Nederland-België, België-Nederland, weet ik het wat allemaal. Een hoop geblokkeerde auto's volgens de planning, dus het belooft wat. Maar dat gaan jullie volgende week zien. Ik ga nu de video afsluiten, want het wordt alleen maar slechter zometeen met het weer. Gaat de camera toch niet aan. Ik bedank je nu voor het kijken. Vond je het toch nog een leuke video? Geef een duimpje. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie je de volgende keer graag weer. Hoi!